Australië is een oud continent met een jonge bevolking. De hoofdstad Canberra bestaat nog maar een halve eeuw. Maar de bodem behoort tot de oudste van de wereld. En sommige dieren komen hier alleen voor, zoals de kookaburra. Met de emigranten kwamen er andere diersoorten. De koe was daarvan de belangrijkste. Het land werd ontwikkeld, de boeren land ontginnen waar het er geschikt voor was. Een proces dat nog steeds voortgaat. Er ontstonden industrieën, ook voor de verwerking van agrarische producten. En waar water was, daar werd gezorgd dat mens en dier ervan kunnen profiteren. Trade you all know well, that's bringing the cattle over. And on every track to the Gulf and back, they know the Queensland drover. So pass the billy round, boys, don't let the pint pot stand there. For tonight we'll drink the health of every overlander. Now I'm from the Queensland plains, where the girls and the grass are scanty. Where the creeks run dry or 10 feet high and it's either drought or plenty. So pass the billy round, boys, don't let the pint pot stand there. For tonight we'll drink the health of every overlander. Een aantal van de Australische immigranten zijn Nederlandse boeren, tuinders en vissers. Het is ze vaak niet slecht gegaan. Ze hebben moderne bedrijven. Met hard werken is de basis gelegd voor het bestaan van het gezin en het ideaal van velen, een eigen bedrijf in een omgeving die dat kan bieden wat op het oude land ontbreekt, de ruimte. Zie, maar ik bedoel, dat is een goeie hoor. Mooi product. Zie, zo weet je dat. Lovely. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabar tree, and he sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. And he sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Then down came a jumbuck to drink at that billabong. Up jumped the swagman and grabbed him with glee, and he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Then down came the squatter, mounted on his thoroughbred. Down came the troopers, one, two, three. Right out, where's that jumbuck that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me. Right out, where's that jolly jumbuck that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Gippsland is het bekendste en fraaiste weidegebied van Australië. Het ligt in de staat Victoria, waar meer dan de helft van de Australische zuivel wordt geproduceerd. Meer dan 500 boeren van Nederlandse afkomst hebben hier een nieuw bestaan opgebouwd.
De staat Victoria is 6 keer zo groot als Nederland en met 4 miljoen inwoners het dichtstbevolkte gebied van Australië. Maar 80% van Melbourne. In Geelong North woont de familie Duchtmans. What's the purpose of this shed, Fred? As a hay shed. You make a lot of hay. It's probably 4 or 5 thousand bales. There, right? Bales. Yeah. Yeah. Mm-hmm. You'll be the farmer here one day. Hope so. Yeah. You think the future is good? Yes, very good. Very good. The future does look very good. At the moment, it's on its way up, that's for sure. Mm-hmm. And what do you expect of the future? More cows? Or? Yeah, hopefully more cows. Just acquired another 100 acres next door. And hope to build it up, build the dairy herd up a bit more. How far? Probably 150, possibly even 200, if the farm will support it. Yeah, and how many years? Or 2 or 3, if possible. That depends on the finances, of course. You'll be the farmer or? Myself and possibly my brother. So it depends how things work out. Okay. In West Gippsland wordt veel bruinkool gewonnen die verstookt wordt in elektrische centrales. De lucht is dikwijls met een waas van rook bedekt. Toch is het voor alles een agrarisch gebied waar Pater Maas voor veel Brabanders en Limburgers een plaats wil hebben. Wanneer bent u naar Australië gekomen, mevrouw Duchtmans? In februari 1953. Met de boot? Met de boot, met de Fursie. Met hoeveel kinderen? 9. En dat zijn er nu? 16. Pater Maas? Pater Maas scheme. We waren de eerste van Pater Maas scheme. Hoe begon dat? Och, hoe begon het? Dat we nou wilden emigreren? Ja. Wel, de Holland was de k***. We hadden nou, toen al een grote familie en we dachten dat hier in Australië meer ruimte zou zijn en beter om een living te maken. We kregen hier de mogelijkheid om een groter bedrijf te beginnen. Ja, ik geloof niet dat we in Holland ooit klaar een speelzoon hebben om een bedrijf te krijgen. Wat had u daar? Nou, we hadden daar ongeveer 16 hectare, 8 koeien, een gemengd bedrijf meer. In Brabant bijna allemaal waren daar. Oh, we hadden een goed leven daar, maar ik dacht toch dat het te klein was om er te blijven. Kon u hier direct met een bedrijf beginnen? Ja, we zijn eerst in Weekloon op een farm gekomen. Daar had Pater Maas voor gezorgd. En daar hebben we ongeveer 2 jaar gezeten. Oh, dat ging goed. We hadden in de tijd al een beetje Engels geleerd en zo. En dan begonnen we een andere farm, kortbij, in Scheer. Dan hebben we daar 2 jaar gezeten en toen dacht ik dat het wat beter te kopen een eigen bedrijf en dat was hier, dan is daar het hier. Eerst werken bij een boer en dan een aantal jaren sharefarmer. De weg die veel emigranten volgen voor zij ertoe overgaan zelf land te kopen. Pachten van land komt bijna niet voor in Australië. There's a girl in Sydney town, said please don't leave me lonely. Well it's sad of course, but my old horse has room for the one man only. So pass the billy round boys, don't let the pint pot stand there. For tonight we'll drink the health of every overland. Jos en Maria Snijkers in Nieuwrim emigreerden in 1966. U bent hier eigenlijk niet als boer gekomen, hè? Nee, nooit. Moest u het vak hier nog leren? Ja. Was dat misschien zelfs een beetje een voordeel? Ja, van de ene kant wel natuurlijk, maar dat is een heel ander als dat je in Holland had. Zie je, het klimaat en dat different koeien, dat zie je hier. En, dat is eigenlijk verschillend als dat in Holland was, dus je moet eigenlijk helemaal voor hem beginnen. Ja, het is natuurlijk voor iemand die boer is in Holland, is
Je weet dus wat het vijen is, de koeien en zo, dat is natuurlijk een veel voordeel. Wat was uw oude vak? Ik was in een staalfactory. Ja. Staalfabriek. Metaalbewerken, ja. Ja. Ja, ik heb het hier ook nog wat anderhalf jaar gedaan. In staal construction. Ja. Hier in de melkstal hebt u waarschijnlijk er ook nog wel profijt van gehad. Oh ja, al die jaartjes hier. Ik zelf helemaal gemaakt zo. Allemaal pijpen en gelast. En like hooi schuur en zo en ding van dat. U bent hier nou share farmer, hè? Ja. Wat betekent dat nou precies? Ja. Gewerkt, dus eigenlijk like een baas doen, maar ik werk dus op 40%. Percentig gewijs in de melk. Ik werk dus op 40%. En dan de onkosten dus in het maken van het hei en in de running van de dairy. En wat is uw inbreng? Oh, roughly. Het gras is er ongeveer 15.000 in een jaar. Dollars ja. Dan. Hè? Ja, dat en is ongeveer $1,000 per jaar in onkosten. Ja. Huh? Ja. Dus wat u inbrengt, dat is eigenlijk alleen het werk. Ja, alleen het werk. Dus en als er een loonwerker betaald moet worden? Ja, dat doen we ook. Maar dat zit alleen maar in de hooiseizoen. Dus als je net hooi binnenbrengt, anders niet. Anders brengen we nooit geen loonwerker. Anders doe ik het helemaal alleen. De boer waarmee Jos in Cher is, heeft zelf een varkensbedrijf. Hij is een echte Australiër die niet van formaliteiten houdt en graag samenwerkt op basis van vertrouwen. Well, Glenn, do you work in the dairy every day? No, not every day, Jared. I help Josh when I can with if he wants a weekend off or when they go on holidays. But not every day. I come and help when I can. Yeah. Or when he wants assistance. How do you get along? Oh, we get on exceptionally well. We keep out of one another's hair. We don't live in one another's pockets. And Joss virtually runs the farm. And the only time we work together mainly is if it's a major project. Harvest time, which is coming up now. And as I say, major project. Fencing, cultivation work or anything like that. De overeenkomsten verschillen van geval tot geval. Als de sharefarmer behalve de arbeid ook het vee inbrengt, deelt hij vaak gelijk op met de boer. 50-50. Hebt u een langjarig contract? Nou, het contract loopt jaar bij jaar. Altijd van de 1e juli tot de 30e juni volgend jaar. Dus zou kunnen gebeuren dat u zomaar op straat staat? Nou. Ja. Eind van de seizoen, maar dan geven we 4 weken nood of zo. Ja. Dat staat in het contract. Zou je dan makkelijk een andere plaats kunnen krijgen? Oh, dat kan vlug genoeg. Daar zal ik je wat eens voor hebben. Why didn't you lease the farm? Well, mainly I think perhaps because there's not a lot of leasing done. The share farming, I think there is an incentive there on a share basis for the to sort of keep looking after the farm. Plus the fact that Joss did not have the capital to put into purchasing a herd. Well, and that's why he was keen on share farming. It meant no capital outlay for him. Was u het liefste mee samenwerken met een Australiër of met een Hollander? Australië. Waarom? Een Hollander is een immigrant is volharder die altijd meer harder moet vechten voor om iets te bereiken. Zo, die is veel harder farmer als Australië. In Australië take it a lot easier dan een Hollander doen. Het is veel makkelijker in dat. Nederlandse immigranten passen zich vaak gemakkelijk aan bij hun omgeving. We hebben 1 Hollandse buurman. Hebt u dan ook meer contact mee dan met... Nee, helemaal niet. Is dat over het algemeen zo? Dat, Toen wij hier aankwamen, hebben wij Hollandse vrienden ontmoet en die blijven komen. En er zijn er een hele hoop, maar waar we wonen hier is het meestal Australische. Ja. En waar treft u die nou? Zijn er ook clubs of zo? Ja, dit is in allemaal verenigingen voor invalide kinderen. Er wordt allemaal veel voor gedaan en een hoop sport. Het is wel niet veel om te zien hier, er zijn geen winkels of niks, maar we hebben een tennisclub. Bent u al eens weer terug geweest naar Nederland? Ja, 1 keer. Hoe vond u dat? Great. Prachtig. Dat vonden wij geweldig om ze allemaal weer terug te zien. Maar het leven willen we hier hebben omdat we vrijer zijn.
There's a hustle and a bustle in the old hotel tonight. The bar is full of bursting and the lights are gleaming bright. They're waiting for the horses who've been feeling through the night. And they're waiting for the coach of Cobb and Co. Cobb and Co. Cobb and Co. And they're waiting for the coach of Cobb and Co. Billy Jones, the jackaroo, still breathless from his ride. He bought a brand new sulky and it's standing just outside. He's waiting for the pretty girl who's going to be his bride. And she's coming on the coach of Cobb and Co. Cobb and Co. Cobb and Co. And she's coming on the coach of Cobb and Co. Now the horses' hooves are drumming, in the distance they're a-coming. A far-off light is moving across the plain. At breakneck speed they're driving, pretty soon they'll be arriving. There'll be lots of... Snijkers en Duchtmans melken beide zo'n 130 koeien. Dubbel zoveel als gemiddeld in Gippsland. Ik ben er erg mee ingenomen dat we dit gekocht hebben toen. Ik geloof niet dat ik het ergens beter had kunnen doen dan dit. En ik dacht, ik kocht dit omdat ik grote jongens had en we konden het bewerken. En ik zag erin dat het goed results zou komen van ons werk. Als we er werk in zetten. En dat hebben we gedaan en we zijn goed erin geslaagd. En koeien waren er 45. Erg mager. Helemaal verwaarloosd. Zo door een heel farm was verwaarloosd. Die man die erop zat, die had twee kinderen en die moest eraf, die kon het niet maken. Je kon zien, er was no gras at all, het was al distels. En de rest was al blackberries en bramen, dat kwalde en al, ja. Dat, we worked hard on it. We hebben over de 200 stuks vee on it. En zoals je ziet, plenty of gras. Ik geloof niet dat het ergens aan beter geluk zou hebben. We hadden grote jongens thuis, dat waren er vier thuis. Zo, we hadden plenty of workers. Nou, we zijn erg happy te zijn hier. Hier zijn de omstandigheden voor de boer wel heel anders dan in Nederland. Wat hij aan gebouwen nodig heeft, is behalve een woning een lichtgebouwde hooischuur. Soms wordt het vee iets bijgevoerd. Maar 500 kilo hooi per melkkoe is voor Duchtmans voldoende voorraad. En krachtvoer wordt er niet gebruikt. Een kleine werktuigloods is voldoende om als het regent wat reparatiewerk te doen. Kunstmest geeft men weinig. De landbouwvoorlichting ontraadt het bemesten met stikstof. In droge periode is het resultaat onzeker. Men vindt het bovendien te duur. Jan Duchtmans heeft één keer stikstof gestrooid. Doordat er regen viel, groeide het gras geweldig. De hele buurt kwam kijken. Maar hij is er ook weer mee gestopt. Wie meer wil produceren, koopt er land bij of verhuist naar een groter bedrijf. De grondprijzen zijn laag. In deze omgeving zo'n 2700 gulden per hectare. En dat is duurder dan in andere gebieden. De weide is nog altijd rijk aan klaver, maar toch niet meer zo als 20 jaar geleden, toen fosfaat en kali helemaal nog niet gegeven werden,
Op dit bedrijf kwam trommelzucht bij koeien toen vaak voor. Water is belangrijk. Dat valt overvloedig in Gippsland. Zo'n 1000 millimeter per jaar. Maar veel stroomt onbenut naar zee. Grote stuwdammen zijn er niet. Daarom moet elke boer zelf voorzieningen treffen. Bekkens aanleggen waarin het water uit de heuvels zich verzamelt. De animo om boer te zijn is in Australië niet groot. Het aantal melkveehouders is dramatisch gedaald. In 1974 waren er nog 40.000 melkveehouders. Nu zijn er nog ruim 23.000 over. Verwacht wordt dat hun aantal tot 18.000 dalen zal. En de bedrijven van de blijvers worden groter. De drie oudsten zijn vervaan. Shani is getrouwd met een makelaar. Onze Tony is een truckdriver. Dorine studeert voor medicine. Onze Kees die woont hier. Die is op zo'n grote kraan. En onze John zit ook op zo'n machine. En twee zijn er dan op de farm. En de rest gaat dan naar school. Je hebt dus een opvolger. Ja, ja. Want het is nou een hoop beter nou op de farm. De prijzen zijn veel beter als het was before. Zo, er is meer aandacht voor om op de farm te blijven werken nou. Dat was de reden before, jaren terug, er was weinig te verdienen. En in de industrie was grote weeklonen. Zo, een hoop farmers die leave de farms en doen voor ander werk. In 1974 begonnen echte slechte jaren. De melkprijs werd gehalveerd in 1976. Toen was het bovendien erg droog. Australische boeren kregen $10 voor elke koe die afgemaakt werd en vernietigd. 25 gulden. De vleesmarkt was ook ingestort. De teruggang in de melkveehouderij was al eerder begonnen. In 1965 waren er nog 3 miljoen koeien. Nu zijn er maar 2 miljoen meer over. Het laatste jaar alleen daalde het aantal veehouders met 10%. Die daling zal zich nog enkele jaren voortzetten. Dat verwacht de organisatie van de veehouders. Het was pompen of verzuipen. Met inzet van alle krachten, en dat betekende volop meewerken door vrouwen en kinderen, wist een aantal het hoofd boven water te houden. De staat gaf verhuis- en omscholingspremies aan degenen die het niet konden bolwerken. Wat overbleef zijn doelmatige bedrijven die redelijk gunstig gelegen zijn. En natuurlijk ging de sanering gepaard met bedrijfsvergroting. Over belasting van het milieu maakt men zich weinig zorgen, om van milieubelasting maar te zwijgen. Alleen voor bedrijven met meer dan 150 dieren is van enig toezicht sprake. De oppervlakte land is groot en kan de betrekkelijk geringe hoeveelheid mest uit de melkstal gemakkelijk verwerken. Vroeger verkochten de boeren alleen de room aan hun fabriek. De ondermelk werd aan jong vee en varkens gevoederd. Op het bedrijf van Dortmans gebeurde dat tot 1970. Toen is in één keer de sprong gemaakt naar de rijdende melkontvangst. De Australische regering gaf renteloze leningen om die omschakeling mogelijk te maken. ...80% van de melk in Victoria wordt coöperatief verwerkt. De helft daarvan de coöperatie Murray Goulburn. Deze coöperatie heeft een bijzondere geschiedenis. Hij werd opgericht door een groep van 14 oud-militairen uit de Tweede Wereldoorlog... ...die als pioniers met de melkveehouderij begonnen. Door eigen uitbreiding en overnames van andere fabrieken is de vereniging gegroeid tot 5000 leden die ruim 1 miljard liter melk per jaar produceren.
Administrateur van deze coöperatie is Hans Snelleman. Hij is al zo'n 20 jaar in Australië. Wat brengt die melk nou op voor de boer, meneer Snelleman? Dit jaar minstens $2.10, $2.20 per kilogram botervet. En dat is alleen, dat is voor de melk die gebruikt wordt voor boter- en kaasproductie. De melk die dus in kartonnetjes gaat, die is, krijgt ongeveer een dubbele prijs voor. En de boer is zo gelukkig? Iedereen deelt erin. We hebben hier een nieuw systeem sinds enige jaren. En het is dus zo gedaan dat iedere boer eigenlijk ongeveer 13% over het hele jaar genomen van zijn melk betaald krijgt tegen de prijs voor verpakte melk. En dat mogen we dus optellen bij de prijs die u zo pas hebt. Oh ja, dat is belangrijk. In Victoria is dat percentage laag, in andere steden, de staten, is het veel hoger. De Australische melk heeft een hoog vetgehalte. De prijs komt daardoor uit op zo'n 24 Nederlandse centen per kilogram. Toch nog het dubbele enkele jaren geleden. De inzinking van toen werd geweten aan de oliecrisis en aan de landbouw- en handelspolitiek van de EEG. Die heeft nog altijd invloed. Daar zijn we in Australië een beetje teleurgesteld over. Wij begrijpen natuurlijk de problematiek in Europa van de landbouwpolitiek. En het belang om mensen op het land te houden. Maar wat wij jammer vinden is dat dus vaak de overschotten gedumpt worden. En dat maakt dus de markten voor andere exporterende landen zoals Australië en vooral natuurlijk Nieuw-Zeeland veel moeilijk. Als men in Europa dus in staat zou zijn om dus de productie daar te verkopen en niet te veel op te bouwen wat dan op een gegeven moment weggegeven wordt aan Rusland of aan andere landen. Dan zou het de controle, de beheersing van de markt, de wereldmarktprijzen veel lager zijn. In dit land was men op een gegeven moment, had men met allerlei kunst en vliegwerk de consumptie van margarine omlaag gedrukt. Maar dat is natuurlijk allemaal vrijgegeven. En dus de per capita boterconsumptie is ongeveer gehalveerd in een kwestie van 5 of 6 jaar. ...25% van de zuivel wordt geëxporteerd en de prijzen worden beter. Er is zelfs overeengekomen met Brussel 3000 ton kaas te exporteren naar de EEG. Dat de grootste problemen overwonnen zijn. Ja, we hebben natuurlijk net als andere landen een enorme depressie gehad een jaar of 3-4 geleden. Maar nu is het veel verbeterd, we zijn meer efficiënt. De productie is gestabiliseerd. Gedeeltelijk omdat natuurlijk een heleboel mensen niet meer bereid zijn om 7 dagen aan koeien te melken. Mm-hmm. En dus grotere efficiëntie en een grotere menselijke markt en ook goede contracten met Zuid-Amerika en verre, vooral dan Japan, hebben nu op het ogenblik een heel ander beeld. En ook de toekomstvooruitzichten zijn veelbelovend. Een kwartje voor de melk, dat lijkt niet aantrekkelijk voor de boeren. Maar een lage opbrengst, 3000 kilogram is in Gippsland het gemiddelde per dier, kan men rente en aflossing betalen. De problemen zijn in ieder geval groter geweest. Wij nemen het minister van Landbouw, Pieter. Well, the dairy industry has problems. There's been a loss of overseas markets through the problems of product coming out of the common market countries. And taking our markets away with subsidised prices. But it has rationalised a lot today, and it's much more stable, and prices are on the improve. And I really am more optimistic at the moment about the dairy industry than I've been for a number of years. I think excellent opportunities for Dutch farmers. There's, in this area alone, there are quite a number of share farmers. And I think where the tendency is and has been for a while, a lot of young people are not taking on farming. So that means that perhaps their fathers, when they get a bit too old, getting older, they're wanting a little bit easier life, so they're tending to put on share farmers. I don't mean that I'm getting old, but this is what is happening. And I think there is excellent opportunities.
I know the local cooperative factory, they're always looking for four-share farmers for people. Veel boeren die nu een eigen bedrijf hebben, zijn eens als sharefarmer begonnen. Zo werd ervaring opgedaan en startkapitaal verdiend. Met alleen geleend geld beginnen is te riskant. Er is een wetsvoorstel ingediend om de aflossing van geld geleend aan boeren te garanderen. Ze hoeven dan maar over een kwart van het geld te beschikken. They can come here and they can get onto a farm as a worker, a laborer. They can get onto a farm as a share farmer. And many of them in the past have, as a result of that sort of start, ended up by owning their own farm. And any future Dutch settlers who came out here, farmers, could go through the same process. They could become workers on a farm and then end up a share farmer and finally own their own farm. They can earn a good living here. Earn a very good living indeed. Mighty rush, no doubt, to the gold fields all are turning out. Rush away, rush away, rush away, rush away. The favorite spot I've heard him say lies 100 miles away. Rush, my jolly lads, rush away out to Bryan's ranges. Rush away. Rush away, rush away. The place is christened Bryan's Run and the cartage 20 pounds a ton. Rush away, rush away, rush away, rush away. To load your swag upon the dray, it seems a lot of tin to pay. Rush, my lads, rush away out to Bryan's ranges. Rush away. Rush away, rush away, rush away. Rush away, rush away, rush away. Rush away. Rush away, rush away, rush away, rush away, rush away, rush away. Dit is de NOS op Nederland 1, met tot 9:15 het Nederlandse televisiespel De Man met Twee Gezichten. Here for medicine. Onze Casey woont hier. Die is op zijn een grote kraan. En onze John zit ook op zijn machine. En twee zijn er dan op de farm. En de rest gaat naar school. Je hebt dus een opvolger. Ja, ja. Want het is nou een hoop beter nou op de farm. De prijzen zijn veel beter dan was before. Zo, er is meer aandacht voor om op de farm te blijven werken. Nou, dat was de reason before, jaren terug. Er was weinig te verdienen. En in de industrie was grote weeklonen. Zo, een hoop farmers. Die lease de farms en doen voor andere werk. In 1974 begonnen echte slechte jaren. De melkprijs werd gehalveerd in 1976. Toen was het bovendien erg droog. Australische boeren kregen $10 voor elke koe die aangemaakt werd en vernietigd. 25 gulden. De vleesmarkt was ook ingestort. De teruggang in de melkveehouderij was al eerder begonnen. In 1965 waren er nog 3 miljoen koeien. Nu zijn er maar 2 miljoen meer over. Het laatste jaar alleen daalde het aantal veehouders met 10%. Die daling zal zich nog enkele jaren voortzetten. Dat verwacht de organisatie van de veehouders. Het was pompen of verzuipen. Met inzet van alle krachten, en dat betekende volop meewerken door vrouwen en kinderen, wist een aantal het hoofd boven water te houden. De staat gaf verhuis- en omscholingspremies aan degenen die het niet konden bolwerken. Wat overbleef zijn doelmatige bedrijven die redelijk gunstig gelegen zijn. En natuurlijk ging de sanering gepaard met bedrijfsvergroting. Over belasting van het milieu maakt men zich weinig zorgen, om van milieubelasting maar te zwijgen. Alleen voor bedrijven met meer dan 150 dieren is van enig toezicht sprake.
De oppervlakte land is groot en kan de betrekkelijk geringe hoeveelheid mest uit de melkstal gemakkelijk verwerken. Vroeger verkochten de boeren alleen de room aan hun fabriek. De ondermelk werd aan jong vee en varkens gevoederd. Op het bedrijf van Dörtmans gebeurde dat tot 1970. Toen is in één keer de sprong gemaakt naar de rijdende melkontvangst. De Australische regering gaf renteloze leningen om die omschakeling mogelijk te maken. ...80% van de melk in Victoria wordt coöperatief verwerkt. De helft daarvan de coöperatie Murray Goulburn. Deze coöperatie heeft een bijzondere geschiedenis. Hij werd opgericht door een groep van 14 oud-militairen uit de Tweede Wereldoorlog... ...die als pioniers met de melkveehouderij begonnen. Door eigen uitbreiding en overnames van andere fabrieken is de vereniging gegroeid tot 5000 leden die ruim 1 miljard liter melk per jaar produceren. Administrateur van deze coöperatie is Hans Snelleman. Hij is al zo'n 20 jaar in Australië. Wat brengt die melk nou op voor de boer, meneer Snelleman? Dit jaar minstens $2.10, $2.20 per kilogram botervet. En dat is voor de melk die gebruikt wordt voor boter- en kaasproductie. De melk die dus in kartonnetjes gaat, krijgt ongeveer een dubbele prijs voor. En de boer is zo gelukkig? Iedereen deelt erin. We hebben hier een nieuw systeem sinds enige jaren. En het is dus zo gedaan dat iedere boer eigenlijk ongeveer 13% over het hele jaar genomen van zijn melk betaald krijgt tegen de prijs voor verpakte melk. En dat mogen we dus optellen bij de prijs die u zo pas hebt? Oh ja, dat is belangrijk. In Victoria is dat percentage laag, in andere steden, de staten, is het veel hoger. De Australische melk heeft een hoog vetgehalte. De prijs komt daardoor uit op zo'n 24 Nederlandse centen per kilogram. Toch nog het dubbele enkele jaren geleden. De inzinking van toen werd geweten aan de oliecrisis en aan de landbouw- en handelspolitiek van de EEG. Die heeft nog altijd invloed. Daar zijn we in Australië een beetje teleurgesteld over. Wij begrijpen natuurlijk de problematiek in Europa van de landbouwpolitiek. En het belang om mensen op het land te houden. Maar wat wij jammer vinden is dat dus vaak de overschotten gedumpt worden. En dat maakt dus de markten voor andere exporterende landen zoals Australië en vooral natuurlijk Nieuw-Zeeland veel moeilijk. Als men in Europa dus in staat zou zijn om dus de productie daar te verkopen en niet te veel op te bouwen wat dan op een gegeven moment weggegeven wordt aan Rusland of aan andere landen. Dan zou het de controle, de beheersing van de wereldmarktprijzen veel lager zijn. In dit land was men op een gegeven moment, had men met alle kunst en vliegwerk de consumptie van margarine omlaag gedrukt. Maar dat is natuurlijk allemaal vrijgegeven. En dus de per capita boterconsumptie is ongeveer gehalveerd in een kwestie van 5 of 6 jaar. ...25% van de zuivel wordt geëxporteerd en de prijzen worden beter. Er is zelfs overeengekomen met Brussel 3000 ton kaas te exporteren naar de EEG. Dat de grootste problemen overwonnen zijn. Ja, we hebben natuurlijk net als andere landen een enorme depressie gehad een jaar of 3, 4 geleden. Maar nu is het veel verbeterd, we zijn meer efficiënt. De productie is gestabiliseerd. Gedeeltelijk omdat natuurlijk een heleboel mensen niet meer bereid zijn om 7 dagen koeien te melken. Mm-hmm. En dus grotere efficiëntie en een grotere menselijke markt en ook goede contracten met Zuid-Amerika en verre vooral dan Japan, hebben nu op het ogenblik een heel ander beeld. En ook de toekomstvooruitzichten zijn veelbelovend.
Een kwartje voor de melk, dat lijkt niet aantrekkelijk voor de boeren. Maar een lage opbrengst, 3000 kilogram is in Gippsland het gemiddelde per dier, kan men rente en aflossing betalen. De problemen zijn in ieder geval groter geweest. Waarnemend minister van Landbouw, Pieter. Well, the dairy industry has problems. There's been a loss of overseas markets through the problems of product coming out of the common market countries and taking our markets away with subsidized prices. But it has rationalized a lot today and it's much more stable and prices are on the improve. And I really am more optimistic at the moment about the dairy industry than I've been for a number of years. I think there's excellent opportunities for Dutch farmers. There's, in this area alone, there are quite a number of share farmers. And I think where the tendency is, and has been for a while, a lot of young people are not taking on farming. So that means that perhaps their fathers, when they get a bit too old, getting older, they're wanting a little bit easier life, so they're tending to put on share farmers. I don't mean that I'm getting old, but this is what is happening. And I think there is excellent opportunities. I know the local cooperative factory, they're always looking for share farmers for people. Veel boeren die nu een eigen bedrijf hebben, zijn eens als sharefarmer begonnen. Zo werd ervaring opgedaan en startkapitaal verdiend. Met alleen geleend geld beginnen is te riskant. Er is een wetsvoorstel ingediend om de aflossing van geld geleend aan boeren te garanderen. Ze hoeven dan maar over een kwart van het geld te beschikken. They can come here and they can get onto a farm as a worker, a laborer. They can get onto a farm as a sharefarmer. And many of them in the past have, as a result of that sort of start, ended up by owning their own farm. And any future Dutch settlers who came out here to be farmers could go through the same process. They could become workers on a farm and then end up a share farmer and finally own their own farm. They can earn a good living here. Earn a very good living indeed. Rush, no doubt, to the gold fields all are turning out. Rush away, rush away, rush away, rush away. The favorite spot I've heard him say lies 100 miles away. Rush, my jolly lads, rush away out to Brian's ranges. Rush away. Rush away, rush away. The place is christened Bryant's Run and the cartage 20 pounds a ton. Rush away, rush away, rush away, rush away. To load your swag upon the dray, it seems a lot of tin to pay. Rush my lads, rush away out to Bryant's ranges. Rush away. Rush away, rush away, rush away. Rush away, rush away, rush away. Rush away. Rush away, rush away, rush away, rush away, rush away, rush away. Dit is de NOS op Nederland 1, met tot 9:15 het Nederlandse televisiespel De Man met Twee Gezichten.